Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 12 hier in Nederland. Een bijzondere race waarom onze thuis Grand Prix staat dus op het spel. En bij een thuis Grand Prix hoort natuurlijk ook een speciale auto. De kleuren worden rood, wit, blauw. Het grootste gedeelte blijft wit. We gaan terug naar F1 2021, seizoen 3 van F1 Career Mode, My Team Career Mode natuurlijk. Want toen hadden wij ook zo'n kleurenstelling gepakt. Goed verhaal. En daar refereer ik nu dus een beetje aan terug. En met een andere auto betekent het ook een andere helm, een ander pak en andere handschoenen. Nice. Dit wordt dus ook een rood-wit-blauwe helm. Wel de juiste kleur blauw erbij pakken namelijk. Dan dus het pak even aanpassen. Wel het juiste pak bij het juiste handschoen. Want ja, dat is ook geen gezicht als je dat verkloot of geprutst. En als we dat allemaal hebben gedaan, dan gaan we ons voorbereiden voor aflevering nummer 12. Maar, helemaal, bijna vergeten helemaal te zeggen in deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal en wil je op de hoogte blijven van wekelijkse Formule 1 content? Abonneer dan gewoon voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. We gaan lekker. We gaan nog richting de 130 abonnees, dus dat is super vet. Dankjewel daarvoor. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Het zou leuk zijn als je, ja, als we elkaar konden volgen, dan kunnen we misschien, in contact komen met kijkers. Het is wel nice. Instagram, ja, ik doe er niet zoveel mee, maar gewoon een volgverzoek sturen en dan accepteer ik die namelijk. Handschoen dus, ja, gaan we aanpassen naar de juiste kleuren. En dan, dat zwarte moet dus blauw worden. Blauw moet wel overeenkomen. Yes, jazeker. Nou, top. Helm, check. Pak, check. Handschoenen, check. Auto, check. Goed gedaan. Er zaten ook een aantal upgrades mee. Daarvan zijn, volgens mij een stuk of 2-3 goed gegaan. Alleen we staan dus nog steeds helemaal achteraan in de Research and Development boom. Hopen dat wij in seizoen 2 wat naar voren kunnen komen. Maar nu is het lekker op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 12 van F1 22 My Team Career Mode. We starten sowieso van achteraan, want we gaan componenten vervangen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en dan gooi ik daar al gelijk, ja, die bocht. Begint meegenomen. En wat ik net al zei, ja, we starten dus eigenlijk helemaal van achteraan. Omdat wij dus grid penalties pakken. Nou verwacht ik ook niet dat we door kunnen komen naar Q2. Op dit circuit heb ik het meestal lastig. Eerste bocht schieten wij iets te ver door. De curbstones zijn hier ook aangepast. Zijn oranje en op het einde is er de Nederlandse vlag ingewerkt. Komen wij aan bij de laatste bocht. DRS hier geopend en dan zetten wij een 1.14.1 neer. Goed voor een P5. En Sainz is het snelste in Q1. Hamilton op P2, Charles Leclerc op P3. Verstappen, teleur, P8. Maar goed, hij heeft nog 2 kwalificatiedelen. Waar staan wij? Op de laatste plek. Maar goed, dat geeft helemaal niks. We zaten er dus sowieso van achteraan.
Door die grid penalties en door de slechte kwalificatie is het op naar de grote prijs van Nederland voor aflevering nummer 12 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome along then to the North Sea coast and to the Zandvoort circuit, 25 miles away from Amsterdam, for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. Zandvoort circuit then, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, Sergio Perez, and Ricciardo, Bottas, Mick Schumacher, Joe, and Esteban Ocon. Russell, they've taken a grid penalty. Sainz, Kevin Magnussen, and Tsunoda. Latifi, Gasly, Fernando Alonso and Lance Stroll. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Teo Pourchaire, the Professor, Vettel, they've taken a grid penalty. And Alex Albon picks up the last spot on the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Why don't we talk about Ferrari? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. I know this is your home Grand Prix, but treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks. Geen onnodig risico nemen, ondanks je thuiswedstrijd, zegt Mark Priestley. Eén stopper, medium hard, is de strategie. Neem maar wat meer brandstof mee dan normaal. De tank is dus goed gevuld. Dan gaan we ons voorbereiden voor de Formation Lab hier in Zandvoort. Theo Pourchaire ook op de mediumband van start. De banden moeten we sowieso opwarmen, want die zijn ijskoud. Daar moet veel temperatuur in komen. Dat is gewoon het doel. En dan zijn we aanbeland bij de start van de grote prijs. Wij starten dus als 20ste na twee man hebben dus gridstraf gepakt. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 12 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Nederland. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Klein beetje wielspin, maar dat is geen probleem. Vettel zit al gelijk bij Theo Pourchaire te kijken. Wij kijken ook aan de binnenkant. Pourchaire doet daar een beweging naar rechts. Raken daar net niet Lance Stroll. En Vettel is goed weggekomen. Wij zakken terug naar de laatste plek. Want ook Albon is ons voorbij gepasseerd. En pakken hier Pourchaire mooi aan de buitenkant terug. Dat is P21. Albon kunnen we net niet pakken, want hij heeft de softband. Maar tot nu toe een matige start. Pourchaire keek daar wel eventjes aan de binnenkant. En wij vallen Albon daar aan. Jazeker, en het is P20. Volgende heet dan Lance Stroll. Vraag is, wanneer kunnen wij die passeren? Albon kan alleen maar naar ons toe rijden en daar vallen we Stroll aan. Nee, net niet, jammer. Hier dan aan de buitenkant, meer snelheid meenemen. Jazeker, Lance Stroll gezien en het is P19. Daar is ook Sebastian Vettel gezien. Voor P18. In ronde nummer 3 van de wedstrijd. Charles Leclerc leidt de grote prijs. En hij noteert de snelste raceronde. Zo
Sorry, we hadden Stroll weer terug aangevallen. Dat was geen Vettel. Excusee. Diezelfde Stroll probeert het opnieuw aan de buitenkant. Lukt niet. En dan zitten we in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Nu in ronde nummer 5. Als daar Albon aan de buitenkant keek. Maar dat lukte helaas niet. Tot nu toe een prima race. P18. Helaas geen punten. Alleen ja, dat verwacht ik ook niet met deze auto. We moeten ons gewoon focussen op het tweede seizoen. Hopelijk dat we dan misschien voor podiums kunnen strijden. En misschien ook voor punten. Ronde nummer 11. En heel veel mensen duiken naar binnen. Voor een eerste pitstop. Wij gaan langer door dan de rest van het veld. Gaan proberen zo laat mogelijk naar die harde band te duiken. En Alonso komt dus voor ons weer het circuit op. Rijden dus op een P17. Slipstream pakken van de Spanjaard. Overtakenknop aanzetten. En hier aan de binnenkant. Jazeker. Alonso gezien. En we rijden op een P16. Nu hopelijk op naar Guanyu Zhao. Alleen die rijdt al 1,8 seconden van ons vandaan. En die Alfa Romeo is eigenlijk vele malen sneller dan onze auto. Alonso kan hier niet zoveel. Probeert het hier dan wel in ronde nummer 14 aan de buitenkant. En heeft grind gepakt. Alonso recht doorgeschoten. Mist daar 3 posities aan de concurrentie. Banden zien er nog goed uit. En Alonso rijdt weer in ronde nummer 14. Jazeker. 8,5 seconden na Guanyu Zhao. En dan zitten we in ronde nummer 17. Als ik naar binnen wil voor mijn laatste pitstop van de dag. En dan heb ik helaas een 5 seconden tijdstraf gekregen voor te snel in de pitstraat. En Theo Poortje is met mij meegedoken. De strategieën botsen hier helaas. Want Poortje moet nu heel lang wachten. Pitstop was heel goed, 2,4 seconden. Het team is daar blij mee en ik ben daar blij mee, zegt Mark Priestley. Moesten daar oppassen voor de witte lijn, anders krijg je een tijdstraf en hebben wij zomaar 10 seconden aan onze broek hangen. Dat is niet de bedoeling. En we zitten op de helft van de race. Dan zitten we in ronde nummer 25. Als we daar op een ronde worden gezet door Charles Leclerc. Die ons gaat lappen. En wij gaan hier mooi aan de kant. Theo Poortje heeft een achterstand van 13 seconden. En wij hoeven nu nog maar 10 rondes te racen. DRS hier geopend. Alleen ja, wij kunnen hier niet zoveel. Ronde nummer 28 is het. Als het daar geel is, in sector 2, een Alfa Romeo rijdt langzaam, maar is weer onderweg. Interessant. Dan zitten we in ronde nummer 29 van de wedstrijd. Daar hebben wij volgens mij Lando Norris rijden. Jazeker. En die passeert ons hier mooi. Aan de buitenkant, wij volgen nu hopelijk. En misschien kunnen we een beetje meekomen. Dus profiteren van de slipstream. En zorgen dat wij wat snellere rondetijden gaan noteren. Nog 7 rondes te gaan in de race, dus het schiet al aardig op. Jammer dat we geen punten gaan halen. En dan zitten we in ronde nummer 30. Als we daar een vlag hebben,
en krijgen van Lewis Hamilton. En Verstappen zit daar niet al te ver achter. Dus ik ga hier mooi op de rem om Verstappen er zo snel mogelijk voorbij te laten. En misschien kan hij Lewis Hamilton nog aanvallen voor dat laatste podiumplekje. Charles Leclerc noteert de snelste raceronde. In ronde nummer 31 is het Carlos Sainz die ons op een ronde gaat zetten. We gaan hem mooi voorbij. Maar hij durft niet meteen er echt voorbij te gaan. En dus krijg je dit en duwen wij Sainz daar mooi een beetje wijd. Het mag eigenlijk niet, maar goed, ik zie geen blauwe vlag melding op het scherm verschijnen. Dus ik vind dan dat het mag. Ik ben wel die 5 seconden tijdstraf en Poortje rijdt op P19. Het gat is 16,8 seconden. Zou groot genoeg moeten zijn. En geel in sector 2. Gaat iemand uitvallen? Het is Nicolas Latifi. En de safety car is uitgeroepen. In ronde nummer 32. Deze car duikt weer naar binnen. Helaas mogen wij Verstappen niet inhalen. Die had ons weer op een ronde gezet. En nog 2 rondes te gaan. En de safety car is naar binnen. We gaan weer voorbereiden om te racen. En dat doen we hier dan. Jazeker. En Sebastian Vettel is tijdens die safety car fase naar de softbanden gedoken. En verkleint de voorsprong heel snel. En dan zitten we in ronde nummer 35. Als we daar Sebastian Vettel achter ons hebben, minder dan een tiende. 500 fuel remaining, zegt Mark Drysley. Kunnen wij hier nog iets doen tegen Sebastian Vettel? Overtaken op aangooien, Vettel. Kan hier niks, het is hier te smal. En Charles Leclerc wint alweer een race hier in My Team Career Mode. Pakt ook dat snelste race op het punt door die slechte race van Sainz. Vergroot hij de voorsprong in het rijdersklassement. Ferrari staat gewoon dik aan kop bij het constructeursklassement. Wij vinden ze dus als een P16. Dus het op naar de volgende race in Italië. Alright, race over. Take care of the car on the way in. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So, Nathalie, what do you think helped them deliver this result? Here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Nou, hier ben dan dus de uitdaging van de grote prijs. Charles Leclerc wint dus alweer een race in F1 2022 My Team Career Mode. Norris op het podium. Hamilton op het podium. Verstappen helaas. Na P4 mist een podium. Carlos Sainz van P12 naar P4. Sorry, naar P5. Doet het goed. Kijk, driver of the day. En wij dus naar P16. Twee uitvallers. Ocon en Latifi. En Ferrari is constructeurskampioen geworden. De Italianen pakken de titel dus weer terug naar Maranello. Goed gedaan. En dus is het nu alleen maar hopen wanneer Charles Leclerc
voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen wordt bij de constructeurs. Alleen fouten kunnen dit nog verpesten, maar ik denk niet dat dat in deze carrière mode gaat lukken. Wat wel helaas in real life gebeurt. Maar goed, gefeliciteerd naar Ferrari, een dominant seizoen. 2 tegen 7 met Lando Norris. Ja, die rivaliteit die gaan wij gewoon verliezen, want we zijn gewoon nog steeds heel slecht. Team McLaren is nog wel goed. Porsche heeft mij ingehaald, zie ik. 9 om 8. Wel twee sponsoren dus binnengehaald. Het geld is dus weer goed. Beide coureurs, dus mijzelf en Theo, hebben wat schade gereden. In totaal $101,61 miljoen op de bank. Nou, doen we goed. Maar ja, ik ga deze video afronden namelijk. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer op de hoogte blijven van mijn gameavonturen op YouTube? Abonneer dan gewoon voor meer wekelijkse Formule 1 content. Elke week verschijnt er van mij minimaal 2 video's. Soms 4, soms 3, soms 2. Maar ik kan jullie garanderen, elke week in het weekend komen video's online. Dus ja, wil je dat nog meer zien? Gewoon abonneren en druk ook op het belletje, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Genal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.